10 jaar geleden begon hij, en nu is Pieter Rattep met zijn PSL licht en geluid niet meer weg te denken in Noord-Holland. Pieter, 10 jaar geleden stond je er heel anders voor. Ja, dat is zeker waar. Zeker, ja. Ja, dat was wel iets kleiner dan wat we nu hebben. Had je dit ooit kunnen bevroeden, dat het dit zou worden? Wel gehoopt, maar het is nu gelukkig werkelijkheid geworden. Ja. En hoe kom je nou zo bij om in licht en geluid verhuur te gaan? Ja, ik was 14, ik wist wat ik wilde, hè, DJ worden. Maar uiteindelijk toch wat meer met geluid gaan doen. En met beentjes en licht en geluid. En ja, zo ben ik toch begonnen. Ja. Ja, in die 10 jaar, je hebt wel Nederland veroverd. Nou, Nederland is wel heel erg groot, maar Noord-Holland zijn we zeker een grote speler. Ja. Ik ben je al een keer tegengekomen in Limburg? We komen overal, maar voornamelijk hier in de buurt. Ja. Ja. Nog toekomstplannen? Eerst maar eens kijken hoe het hier eraan toe gaat op dit moment. Noem eens een paar van je hoogtepunten, dat je denkt van kijk, daar ben ik nou echt heel trots op. Eigenlijk elk evenement, elk klusje is natuurlijk een klus. En voor ons groot of klein is het altijd heel leuk om te doen. Maar toch, Draverij van Medemblik is wel een van de grootste evenementen die we doen. En waar we eigenlijk gewoon te gek gaan. Ja. Ja, dat is de feesttent, die bedoel je? Ja, klopt, klopt. Nu heb je straks wel een open huis, hè? Ja, aankomende vrijdag gaan we hier iedereen ontvangen en gaan we laten zien wat we doen. En kan iedereen zien wat we van deze chaos nu, als alles opgeruimd is, hoe het dan uitziet. En waar moeten ze wezen? Aan beeld 11 in Medemblik.